Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen, boom om met jou. God is goed. Ik zeg, God is goed. Amen. We hebben gezegd dat we vandaag gaan praten over de invloed van kleren, van kleding in de kerk, maar ook in uw persoonlijk leven. En ik heb gekozen om vandaag zo even te prediken. Maar u gaat later begrijpen waarom het belangrijk is dat wanneer je kleedt in de kerk, dat je je zodanig kleedt dat je eigenlijk toch God de eer geeft. Amen. Het is belangrijk voor ons om te gaan beseffen dat mensen die zich aankleden in feite proberen iets te accentueren. Ze proberen iets te zeggen. Ze proberen eigenlijk de weergave van hun ziel met kleding te tonen. Dat is heel belangrijk dat u dat vanmorgen gaat beseffen. Straks als de jonge mensen zullen komen, en straks ga ik ook af en toe van kleding verwisselen, dan gaat u merken, en ik ga u een vraag stellen, en u gaat tonen wat voor impact het heeft op u die daar zit, of u die kijkt via televisie. Het heeft een geweldige impact. Mensen geloven niet. En beseffen vaak niet dat kleren wel de man of de vrouw maken. Want wanneer je een kledingstuk aanheft en een bepaald iets aanheft, dan probeer je eigenlijk iets te zeggen. Het is een weergave van wat je kan zeggen, je persoonlijkheid. Hoe je je kleedt, hoe ongelooflijk het ook lijkt, is toch belangrijk in de maatschappij. U kent spreekwoorden als kleren maken de man of kleren maken de vrouw. Daarom is het voor ons als christen heel belangrijk om op te letten hoe je kleedt. Welke kleding je koopt en wel met welke mode je meegaat. Nog een keer, als christen is het heel belangrijk voor jou om op te letten hoe je je kleedt. Nog als man zegt, tak, me hoop je weer boont die daar. Of tegen als man, na vandaag. Me hoop is alweer lik van Jezus one February. Amen. Het is belangrijk hoe je kleedt. Maar het is ook belangrijk met welke mode je meegaat. Wat zou het zijn als pastor vond dat hij mee moet gaan met de mode? En we zijn in het jaar 1967. En pastor vindt hij moet prediken als Billy Dee Williams. Want hij moet eruit zien als Billy Dee Williams. Heb je een probleem? Begrijpt u? Je kan niet meegaan met alle dingen. Zou iets moois zijn als ik hier zou komen staan volgens wie. Dan dan we drie kwart pijpbroek. Dan snappen we. Dan denk ik tak. Halleluja. De Heer is goed. Ja toch? En die skinny broeken, zijn mensen zomaar een preekje nodig ook toe. Dat dan als je bereken, maar zijn mijn preekje. Want, ik heb je uitgelegd, kleding doet niets anders dan iets te accentueren. Het probeert iets te zeggen. Dus als er te veel aandacht is op je kleding, hoeveel van de boodschap gaat men verstaan? Nu hoort u bijna niets wat u zegt. Sommigen denken, ik wist niet dat pastor er zo goed uitzag met een pet.
Anderen zeggen, zang, zat brella maar weer. Nou een goesie, nou een reben, nou disie. Dus je bent helemaal niet bij de prediking. Amen. Daarom is het voor ons belangrijk dat wanneer je kleedt, dat het is tot eer en glorie van God de Vader. Amen. Laten we ons voorstellen nu. Als iemand zo zou prediken elke week. Als ik in die kerk ben, dan bereken je pastor hé. Hey. Pastor hé. Hey. Want ja, dokter, maar ik al nooit je jammer ai. Mama, halleluja. Hij gaat met de mode mee. Nee, je kan niet met de mode meegaan. Je moet gewoon jezelf zijn. Amen. Gewoon proberen te zijn zoals God ons gemaakt heeft. Wij kunnen het niet permitteren. Om elke week, als we, of elke dag, of in de tijd waarin we leven, mee te gaan met mode. We kunnen dat niet permitteren. Een paar mensen zullen zo meteen komen. Ik wil dat u naar ze kijkt. En nu al van tevoren kan ik u zeggen dat elke keer dat u gaat kijken naar onze modellen. We hebben geprobeerd om het clean te houden, dus u hoeft zich niet druk te maken. Begrijp je? Elke keer dat u kijkt, dan gaat u zien dat uw mind begint te werken. Want er ontstaat een voorstellingsvermogen van iets. Want kleding, heb ik gezegd, accentueert een gedrag. Accentueert een persoonlijkheid of whatever in de persoon is. Het kan ook accentueren iets waarin je gelooft. Amen. Dus geef die jonge mensen een applaus voordat ze komen. We hebben als eerste Cairo Jael. Is ze ready? En je moet goed opletten. Goed opletten wat ze aan heeft. Ze komt in de kerk. Ja toch, is ze ready? Ze is niet ready? Oké, geef haar 5 minuten. Tik me in een pijtje mee. Fetti de fu fetti. Tik me zo dat een pijtje. Fetti de fu fetti. Terwijl ze zich klaarmaken. Oh. Kleding accentueert iets. Je ziet tatoeage, je ziet litteken. Je ziet haar, dat niet eens daar is, maar plotseling haar komt tevoorschijn. Zie je? Ze probeert iets te zeggen. Ze probeert iets te zeggen. Maak dat op een snappertje. Jij komt op het podium. Direct als manchi. Dat met dat je toch, verstellingsvermogen. Offerbak in de boemschrijf moro. Zijf sajatide. Goed zo, dankjewel Jael. Maar, geef haar een applaus. Niet alle modeontwerpers doen mee aan de principes van God. Zou dit, als je naar dit had gekeken, zou je kunnen zeggen, dit is wat God wil hebben? Nee. Zou je willen hebben dat je dochter zich zo kleedt? Nee. Absoluut niet. Maar laat mij u zeggen, zo kleden de meeste christenen zich toch. Dus je bar nee, maar toch zie je dat je dochter zich zo kleedt. Wat doe je eraan? Dat is belangrijk. Luister, deze prediking is niet om mensen een vingerwijzing te geven. Maar ik wil gewoon dat u een eye-opener hebt. Amen. Petersen Sulena. Of Petersen. Je kan gewoon op het podium komen. Hoe zijn reinigen het podium, Jonsro? Kijk naar de tatoeages. Begrijp je?
Ze probeert iets te zeggen. Ze probeert iets te demonstreren. Geef maar bril. Geef me die bril. Door haar kleding probeert ze iets te zeggen die wij niet begrijpen, maar die God wel ziet. Daarom zegt men, alle mensen die studies hebben gemaakt over kleren, zeggen, kleren eigenlijk hebben hun eigen verhaal. En terwijl u hier zit, heeft elk van u een verhaal over haar gemaakt. En de meeste verhalen zijn geen positieve verhalen geweest. Ga maar snel. Zijn negatieve verhalen. Waar of waar? Waar of waar? Zie je? Omdat kleren... Laat me nog een keer zeggen, een verhaal vertellen. Ze accentueren iets. Accentueren iets. Ida'ai. Goed zo. Darium. Darian of Darium. Darian, ja moeder. Zo kleedt de jeugd van ons zich nu. Ook de kinderen van ons. Het heeft zijn eigen verhaal. Je zou denken aan een rebel. Je zou denken, als maar weer lekker naar die mangapa. Dat zou je denken toch. Begrijp je? Maar dan heb je er wel aan boem boem ma. Het is een verhaal, dankjewel. Alla wiri spoiti. Botsen. Anthony. Mensen, ik wil dat u gaat nadenken. Daarom hou ik van visualisatie. Im Sheng. Oh, Gail. Kijk naar haar haar. Haar haar dra. Het is mode. En voor de wereld ziet ze er gorgeous uit. Het is mode. Maar is het tot eer en glorie van God? Jij denkt de religieus, maar nee. Maar uw kinderen trekken zo aan. Zijn niet maar nederapen. Dankjewel. Nou, je hebt ons die bril niet getoond. Goed zo. Kerl, vaman is een kussen. Toepak model, kom. Pa broeder de. Haidaya. Hij komt. Ik ga hem opzetten gewoon. Oh, ze gaan omlopen. Maar de mannen man gaan drapen, dus de man opzetten drapen komt. Het is belangrijk dat u kijkt. Ik wil dat u voorstellen. We gaan een paar projecteren, maar life is altijd voor mij belangrijk. Kom. Oké, mijn man is bij je confusie. Dat is de laatste mode van nu. Broer, wat gaat op het podium? Wat op het podium, broeder? Ik kooi die een beetje bade, weer wel eens. Dankjewel. Wak, wat is dat, hoe is die? Ah, todoja. Dankjewel, broeder. Volgende.
Mi ba am chimati sabetro mon broeder. Dan mijn vrouw altijd weer zo dan tegen mijn broeder. Heeft die vrouw weer zo. Na probleem. En dan zeg mijn pastor, ik vind het sexy zo mijn lucht. En je mijn loop dat te mijn lucht mijn vrouw dat ze altijd er sexy uitziet. Ik praat tot de christen mannen. Ja? Dankjewel. Volgende. Een van de jongens. Ik ben keer mooi. Snap je met deze machine? Is een verhaal. Is een verhaal. Een jongeman met een verhaal. Wat u in uw achterhoofd moet hebben. Ik wil hebben dat wanneer u nu naar deze kledingen kijkt, dat u gaat begrijpen dat deze mensen iets proberen te zeggen. Wij gaan sowieso de kleding nooit goedkeuren, maar we moeten wel ontdekken wat is het verhaal erachter. Zij de boem boem maningre alweer zo. Ama kooit in of wat u bama toch allemaal weer wat. Maar het is moda. Ik ben in. Ik moet mee tellen. Dankjewel, Jordi. Volgende. Ik hoef niet eens te prediken, toch? U leert al iets, toch? En ik kom straks er. Laat die komen. Wie komt? Een van de broeders weer. Vandaar dat je zoveel homo's hebt de laatste tijd. Waarom zou een man met zijn onderbroek zo moeten lopen? Iemand vertelt me. Maar het is mode. Maar er zit een duivel erachter. Die dit soort mode creëert. Laat mij u vertellen. De meeste modeontwerpers zijn homofielen. Als hij nu Versace heet. Of Dolce & Gabbana. Dat zijn twee homo's. Of Nafadening. En zij. Bisap dat bakati de walos man ook een jammer in een kerkje. Maar wij moeten exposen. Want vele van onze jongens zijn bekeerd, zogenaamd. Of wij zeggen halleluja, amen, hoe dat kerkje. Maar dat is de maïwerie. En we coverding. Terwijl je niet weet dat er een geest achter elke kleding is en een verhaal. Ja toch? Ik word die versie, ik 50 cent, Jim, ja broeder. Ja, de 50 cent, ja, ik ben gewoon was en betaald. Maar ik wil alleen dat de mensen zien, hè. De mensen nemen dingen over, weten niet eens wat het betekent. De Taiwan staan naar de foto. Begrijp je? Heel belangrijk. Ik kom straks met mijn prediking en dan ga ik je tonen wat ik met deze dingen probeerde te doen. Dankjewel, broeder. Wie hebben we nog? Een van de meisjes komt weer. Wie is daar? Oké, laat ze komen. De meisjes zijn klaar. Waar is ze? Nog niet. De maar ready? Dus nou, dan mag je naar Boonsani. Oké. Goed zo. Maar kleding. Oké, laat ze komen. Laten we alles direct doen, dan zijn we klaar. Oh!
Als je iemand zou vragen, wat is de betekenis hiervan? If you ask Anthony, zij zijn even modellen. Maar als je een jonge man zou vragen, Sana, smile. Smile face. Maar zo kleedt onze jeugd zich. Bekeerd of niet bekeerd. Omdat ze aandacht proberen te trekken. Ze proberen iets te zeggen. Ze hebben een verhaal. Of, zegt men, ze proberen hun persoonlijkheid kenbaar te maken. Aan u en ik. Dank u wel. Wat u moet begrijpen. Wat u moet begrijpen. En ik wil niet hebben dat mensen veroordelend zijn. Maar ik wil wel dat u gaat begrijpen dat. Net zoals anderen naar uw kleding kijken. Zo kijkt God ook naar uw kleding. Laat me het nog een keer zeggen. Net zoals anderen naar uw kleding kijken. Zo kijkt God ook naar uw kleding. Kleding heeft een verhaal. Als ik nu mijn militaire jacket ga aantrekken. Heeft het een verhaal, ja of nee? De mensen die niet van revolutie en dit soort dingen me houden, zeggen, meneer, kon nooit meer in een kerkje zien. Want dit heeft een verhaal voor u. Dit heeft een betekenis voor u. Daarom is kleding zo belangrijk. Kleding representeert iets. Als een militair hier komt en hij heeft zijn kleding aan, en hij zou zich zo kleden, al die mannen die militairen zijn, de man gaat zo naar direct probleem. Want hij moet zich kleden vol ornaat, helemaal. Maar wat zien er gebeuren? We zien wanneer jonge mannen willen tonen dat ze macho zijn, ook vrouwen tegenwoordig. Dan zie je maar weer een militaire jacket. Ze hebben een verhaal. Ze willen je tonen dat mee in een mechrap naar mee. Begrijp je hem? Maar loyo. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Anderen zijn misschien niet geen moeilijke jongens, maar houden van het, hoe noem men dat, interior life. Ze houden van om in bossen te gaan. Ze houden van het avontuurlijk leven. Daar zie je altijd de maar weer ding. De soort dat pet. Ik zie het bij mijzelf. Ik heb bijna 15 pet. Met mijn weer mijn soort dat pet, mijn vier misreflik me weer pet. Heeft te maken met mijn achtergrond. Zo heb je misschien sporters die zeggen, ik moet altijd een Nike pad aantrekken. Een Adidas pad. Het heeft een verhaal. Het geeft iets weer. Het toont je persoonlijkheid. Pastor, wat wilt u ons daarmee zeggen? Het is belangrijk voor u dat elke keer dat je kleding aantrekt, is je kleding vaak een weergave van je persoonlijkheid of wie of wat je representeert. Paulus zelf sprak over kleding. Maar hij praat geestelijk over kleding. Hij zegt, want gij allen, Galaten 3 vers 27, die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Waarom met Christus? Hij wil zeggen eigenlijk, je hebt het kleed van Christus aangedragen. Dus als men naar u kijkt, moet men, die weergave van jou moet christelijk zijn. Je persoonlijkheid moet van Christus zijn. Zie je? En dat is het verhaal. Die klederdrachten of kleren of dingen die je aan hebt, vertellen. Als u staat voor de spiegel. Kijkt u wel naar de kleren en vraagt je af, welk verhaal, wat representeert het van mij? Wat zegt het over mij? Kijkt u even naar uw kleding terwijl u hier zit. Als ik een paar mensen zou zeggen, sta op.
Dan zou je zien dat sommige mensen direct lady, andere je berekenen, dat is die motto. Begrijp je? Omdat je kleding iets zegt. Je kleding spreekt. Terwijl men zegt dat je kleding spreekt. Je kleding heeft een verhaal. Dus we kunnen niet aantrekken wat we willen als we kinderen zijn. Ik zeg, we kunnen niet aantrekken wat we willen als we kinderen van God zijn. We kunnen ook niet toestaan dat onze kinderen aantrekken wat ze willen als we kinderen van God zijn. We moeten opletten wat onze kinderen aantrekken. We moeten. De wereld, de mensen die staan achter mode. Ik heb u al gezegd dat heel wat van die mannen biseksuele kerels zijn. Of homo's. Ja toch? Dus als die man een kleding maakt, dan heeft die man een bepaalde gedachte in zijn hoofd. Hij heeft een bepaalde verhaal en hij wordt, luister goed, hij wordt door een geest geïnspireerd. Als iemand een trui maakt met een draak en hij verkoopt hem, dan kan je zeggen, ik ga het dan makkelijk zeggen, hij probeert de draak te verheerlijken. Laat me het makkelijk zeggen. Als iemand een trui verkoopt met een bal erop of wat dan ook, hij probeert een verhaal te vertellen over die bal. En dat moet u begrijpen, lieve mensen. Sommige dingen denkt u is gewoon, maar het is niet gewoon. Nogmaals, kleren hebben een verhaal. Dat moet u nu achterhoofd hebben. Als een politie een pak aantrekt, hoort hij te handelen zoals de politie handvets dat beschreef. Waar of waar? Als iemand hier komt met een politiepak, nemen wij aan dat hij een politieman is en dat hij geleerd en geschoold is volgens het politie handvest. Dus als je school toekomt, ja, dan moet je kost dat takkie. Ons leven dan, hey! Ja toch? Of een man beetje zoet lijkt wat wilde zijn naar lok toe. Dan zeggen we, hé. Hey. Zo is het ook met een brandweerman. Als je een man ziet met een brandweer en dat brandde, dan man, het tak openlijk meer. Of als een bron, dan man kooi ik weer. De man heeft mij overhuur meer, dat ik weer. Dat is niet in lijn met wat hij geleerd heeft. Dus wij hebben een verwachtingsniveau. Of we hebben een verhaal in ons achterhoofd, ja toch, politiemannen en politievrouwen, wanneer wij naar u kijken. En wij hopen, en niet alleen hopen, als men zegt, verwachten, dat u overeenkomstig uw kleding, als men overeenkomstig uw kleding, als politieman of politievrouw, zal handelen en zal gedragen. Hetzelfde met een militair. Dus, zo is het ook met christenen. Als u als christen en u zegt u bent bekeerd. Maar te moet u huwelijk ja, dat is mij een paar keer overkomen. Dan mi snap je dat mi een zegen aan huwelijk. Maar mi verstaan een zegen aan huwelijk. Mi geest een zegen aan huwelijk. Mi na pastor toch. Mi jeje een zegen aan huwelijk. Maar hij maakt me geen trassa niet. Want hij... ja, heren. Het is op zijn takkie. Want hij leest met de heren en je gaat. En je gaat. Begrijp je? Mensen die zich noemen christenen. En ik snap wat ik moet gaan tappen. Want de man is ouderwets. Het heeft niks te maken met ouderwets. Als u christen bent en u de kleed van Christus aan hebt, dan verwachten wij dat u zich gaat gedragen overeenkomstig Christus. Net zoals we dat verwachten van een brandweerman, we verwachten van een militair, wanneer ze hun kleren. Dus als wij geestelijk de kleren van Christus aan hebben, dan kan je me niet zeggen, in de kerk, de jers van non, daar buiten de kerk, daar Rihanna schrijft jij roezoetapie. Nou, als man zegt, ik ben een opa, je past erin.
U begrijpt wat ik bedoel, toch? Dus ook als u gaat trouwen, dat neem ik niet naar baksis. Vraag ik u als u gaat trouwen, dat u zich zodanig kleedt, dat niet de geestelijke leider of de persoon die u gaat inzetten, als eerste ziet dingen die uw man moet zien. Want hij is sexy. Sexy te u wangen maar wanneer die in de camera. Sexy te u de jazo. A kerkude. Amen. Zie je. No one of the jongens man bar amen moron. Het is in toch? Was maar met een videoclip. Pastor, weet u wat u zegt? Ik weet wat ik zeg, ja. Want 5 jaar geleden, met een videoclip. En dan weer BH. Eerst dan dan weer BH hoor. Begrijp je? Is mode. Weet u wat u doet? U vertelt een verhaal. Wanneer u loopt zonder BH. Is dat zo'n verhaal? Kom halen, is hier, is hier. Pastor, die ouderwets. Mijn ouderwets. Je vertelt een verhaal. Ik voorzien naar Kees, want ik heb een feestje eruit. Nou, naar Jopie, Kees, Glenn, alles maar heb een feestje eruit. Want de ja pech, terwijl je wakker alleen vader naar je tapu, dan je koeier kon alles maar eens aan het zandrapen. Nagas man, hij zegt, geef pastor het over jou. Mensen, u hebt net een paar demonstraties gezien, toch? U hebt net een paar demonstraties. Maar dit maken we dagelijks mee. Waarom denkt u dat kleine jongens van nu, van 11 jaar, niet aan voetballen denken, maar de mij maakt niet zo. Alleen maar seksueel denken is hun in hun achterhoofd. De man volgt les en mij boren gewoon in het toilet. Het zijn dingen die gebeuren. Een meisje boren atrasé, de mij gaat kiezen de man. Hoe komt dat? Omdat ze zo sexy in de idee. Voorzien, in aboevoer denk ik, ik kan sap aan de andere zee drapen. Maar nou in af denk ik, nou in lukken moet nog maar. Ja toch broer Daniel, voorzien dat denk ik niet meer op 13 jaar. Dat de mij de meisjes naar mij zee naar scoren. Nou, mina nou een idee. En bij de korte van idee ook toen niet. Want ze hadden volgens de aan mode van toen aan Pico Bello. In de praxeras aan Srevi. Maar nou, we zien de praxeras aan als aan een make you praxering. Jok ik sisters? Jok ik broeders? Francisco, je wakker gwen. Misap sa metaki. Maar hoe komt dat? Het heeft te maken, luister goed mensen. Dit zijn heel eenvoudige boodschappen. Ik wil alleen u een eye-opener geven. Mensen die mode ontwerpen, zijn niet bekeerd. Wat ze willen hebben, is hun product verkopen. Zij dat in de meisje, een mooi BMW, de man in de kar, mimik go staf met zijn BMW. Nanga mi pakki, mi nanga mi bijbel. De man dat doet, dat pak doet. De man ook een sma, alweer een sanso, alweer een sanso, een snapso van zijn BMW. Alle blanke man vindt dat, ik moet een BMW kopen. En dat maakt me want mi BMW. Maar ik geef je alleen dat men dan de vrouw gaat misbruiken om een product te verkopen. We zien het ook hier in Suriname. Yes, je een bepaald merk. Yes, je een bijna half nakte vrouw in zee. En, wat is mijn takatoren, man? Is dat samen met mij? Seks verkoopt. Maar jere no, seks niet verkoopt in kerk. Seks brengt naar hel. Serieus. Maar als onze kinderen in zo'n maatschappij leven, ook als zijn ze bekeerd, en wij ze die eye-openers niet geven, dan wat ga je hebben? Je hebt nu zoveel modes dat misdrijf, ik denk,
pedema motanga mode. Tegenwoordig, asambo tek tumsi furtentok. De man he weer, mooi buruku moranga su, pata. Is mode. Maar waarom zo'n mode? Wat is gedachte erachter? Dat is belangrijk. Ik heb u gezegd, de mensen die modeontwerpers zijn, die mannen willen producten verkopen. Dus die mannen hebben niks te maken. Zolang het inslaat, dan mag ik even naar Michael Jordan, even naar een van de bekende sterren, en dan mag ik proberen voor liever propaganda te maken, campagne te voeren, noem maar op, reclame te maken, marktonderzoek niet doen. De man sabi jonge mensen, if Rihanna wearing, wie is Jezus Christus op de tag hier, Jezus op wat Rihanna nee zei. En dat kan niet. Wat zegt Paulus tegen Timotheus? In 1 Timotheus 2 vers 8 vers 9. Ik wil dat mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toren, twist, evenzo dat vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haar vlechten en goud of parelen en kostbare kleding. En ik weet dat hij deze teksten leest, dat hij mij berekent in ouderwets. Het heeft niks te maken. Hij praat over een vrouw die zich waardig moet kleden. Als ik zo hier sta met mijn militaire jas, wat spreekt het meest aan bij prediking of mijn jas? Wat spreekt het meest tot u? Mijn prediking of mijn jas? Als ik een pet erop zeg, wat spreekt u het meest aan? Mijn prediking of mijn pet en mijn dingen? Meer mijn kleding, toch? Als ik mijn bril erbij doe. Rambo. Van meneer Rambo. Ik wil dat u ernaar kijkt. Wat spreekt u meer aan? Het verhaal van de persoon of het verhaal van de kleding? Nog een keer, het verhaal van de persoon of het verhaal van de kleding? Het verhaal van de kleding heeft het hele verhaal van de persoon doodgemaakt. Dus, als wij... Even een foto. Oké. Dus, ja want, deze prediking misschien één keer. Dus... Dus, mensen die zich soms op een bepaalde manier kleden, zoeken gewoon aandacht. Nou, dan letterlijk aan aandacht mee zoeken. Je begrijpt waar ik naartoe ga. Eigenlijk, ik probeer je aandacht op mij te vestigen in plaats op het woord. Ik praat over de kerk. Daarom is het belangrijk dat als je je kleedt, dat je je waardig kleedt. Zodat Jezus Christus alle glorie kan krijgen. Dus Paulus praat tot die dames hier en zegt, je moet je met waardige klederdracht sieren. Zedig. En ingetogen. De Engelse vertaler zegt, een beetje modesty. Maar wel zedig. Wat bedoelt hij met zedig? In het heeft Paulus, zo omas ma, nou de man met stenen die te lazy. Deuteronomium 25 praat ook dat vrouwen geen mannenkleren moeten aantrekken. Als ik hierover predik en ik ga daarover niet praten, dan hoef ik niet te praten over kleren. En je vraagt je af, wat bedoelt hij daarmee? Heel eenvoudig. Wanneer je nu als vrouw een mannenkleren aantrekt, kijk hoe mijn vormen zijn, gewoon. Ja toch? Maar toen een vrouw weer wat lange broek, zijn er puil uit. Ja toch? Een broek hoeft niet gewoon.
Maar de oma's maar sanep. Niet allemaal, maar de meeste. Ik heb het over het verhaal die de kliniek vertelt. Als ze niet allemaal, waarom trekken ze dat lange rokken tot hier? Lange blouse tot hier? If you wear one lange broek, and they vertel one verhaal, dan zei de heer, one blouse te ja. Dan je ze even zien dat ze vertel one verhaal toch. Dus ik heb niet gezegd, luister goed, ik zeg niet dat je het niet mag aantrekken. Maar ik zeg wel, if hij vertel one verhaal, Paulus, de man van Oude Testament, zang, kom halen, kom halen. Oeh, is hier, is hier. Dat is een probleem, ja. Aan de andere kant, wat hij ook zei, zegt, je moet je sieren, je moet modieus zijn. Uno want dat baka prediking die staat hier, dat wel man kan wel itapi ai, itapi noso, alasani, tejas, dat bedoel ik niet. Maar je moet je waardig kleden. Zijn ze ready? Laat een paar waardige kledij checken. Gewoon eenvoudige waardige kledij. Ja? Eén voor één. Lekva de beste de wereld, maar ik de beste boon toe. Want de wereld de onthoud moro de boon. Was baka je hebt me amen toch? Die zou religieus dan ook toe hebben. Misabi, aboe je broer is me bestraffen of den DDC in het geheim. Zie je? Het vertelt ook een verhaal. Lek voor me een veer foto, met een mooie foto toe. Zie je? Prachtig. Zedig. Zedig. Het straalt rust uit. Het straalt zekerheid uit. Het straalt weten wie ik ben uit. Maar daar ben dan een soort wie dan wel een soort staan. Dan lijkt het of wie ben ik? Ik ben zoekende wie ik ben. Maar ik hoef mijn straal niks uit. No, dan kom ik weer mijn pakkie bakken. Dankjewel, Anthony. Nee, Gail. Volgende. Totaal veranderd. Ja man. Zie je? Maar je zag het verschil zo net. Zo net heb je er was massa looi motabuzi. Nu lijkt ze op een jonge dame. Die zich gekleed heeft voor de Heere. Dankjewel. Kom maar. Dat paar hak die zijn motto. Prachtig. Verhaal. Alweer mensen dat denken, de oma's maar die stenen, want weer denken, bij je korte morgen. Als hij moest toch op een verhaal. Slenkie. Daarop moeten jullie ook letten. Oh, prachtig staan die chic man. Goed zo. Adje zijn dat radoro. Goed zo. Smile. Volgende. Verhaal en broek. Heel anders. Het geeft het verschil aan. Het laat je merken hoe of wat. Amen. Het vertelt een ander verhaal. Het accentueert iets anders. Ja? Daarom is het belangrijk dat wij als christenen letten op onze kleding. Dankjewel, Darien. Broeders,
Lucas meneer zegt dat ik hoop dat je iets leert. Ik kan lukken maar vast zien. Vooral even vader, gewoon ik hoop dat je iets leert. Even vader, ik kan lukken maar vast zien. Ik hoop dat je iets leert. Wat een soort ai van de kara ai dat is. Misap dat die vader, ik hoop dat je iets leert. San! Boy! Bide. Zie je? Nou, fire in de map zo net, dan maar bekeer. Prachtig. Met foto je den boy. Volgende. Twee verhalen toch? U hebt het verhaal van hem gezien. En nu zie je het verhaal van jezelf. Oh! Prachtig. Wat kan lot teki hier teki ting. Wat denk je in de man? Zo net doe bij dan aan de boejuban chop om chop zo staat niet. De man kies denk je dus pot moet denk je in de man toe. Goed zo. Zie je? Kleren vertellen een verhaal. Mij de zeker nog nooit een zuster, ik was zuster direct go begi. Dank je wel. Volgende. Thank you. Amman bekeer. Prachtig. Heel anders. Je ziet weer een ander verhaal. Goed zo. Snap ik dus, machine? Met wat mooie foto, ja man. En die dame zo net in het wit was, is de toekomstige vrouw. Dus nou als man af big is, niet van de Heer. Geweldig. Pap Bishop de. Volgende. Young boy stijl, maar het is heel anders. Ja? Kleren en zijn verhaal. Ik heb van professor nu. Amanda Boucher is op Samatagi. Dank je wel. Geweldig. Thank you. En Amanda is weer gepast. Zwart, wit, bruin. Volgende, is er nog één? Wie is er? Hey! Bishop! Nee, serieus hoor. Kleren maken mooi. Die man ben weer de soort van Jim Sonnet. Misschien ben ik een pede boy die zijn moto. Prachtig. Kom ik dan maar met een foto hier. En laat iedereen komen, laat iedereen komen. Met alle den boy kong. De dames daar. Bishop Snapdrap en het team. We staan hier, Bishop. Met allemaal met wat mooie foto doen. Prachtig, geef ze applaus voor hun medewerking. Het is belangrijk voor ons om de achtergronden van kledingstukken te checken en te weten dat kleren een verhaal vertellen. Dank je wel. Thank you. Take me as you.